Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze splinternieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij kijken naar de grappigste Photoshop plaatjes eigenlijk, ja. Dus er is iemand op Twitter genaamd James Fritman. Veel mensen tweeten dan naar hem van James, zou je me alsjeblieft dit en dat op deze foto kunnen laten lijken? Bijvoorbeeld dat ik nu een foto maak en dat ik zeg, James, zou je alsjeblieft gewoon een hond hier kunnen photoshoppen? En hij doet dat dan meestal op een hele grappige en creatieve manier. Bijvoorbeeld, hij zou mij dan de hond maken. Ja. Ja, dat bijvoorbeeld. In ieder geval, het is echt super hilarisch. Hebben jullie zin in deze video? Doe dan even je duimpje omhoog. Dat waardeer ik heel erg. Des te meer duimpjes omhoog op deze video, des te meer het mij motiveert om video's voor jullie te maken. Vergeet me ook even niet op Instagram te volgen als je dat nog niet doet. Als je me op Instagram volgt. Oh, wow. Op Instagram gewoon, doe gewoon mijn leven laten zien een beetje eigenlijk. Dus als je interesseert, dan moet je me volgen. Admic van YouTube. Ik heb nu bijna de 90.000 volgers. En dat is heel dicht bij het getal 100.000. Dus ik zou het heel erg waarderen als jullie me even willen volgen. Maar 100.000 volgers op Instagram. Dat is toch wel even een levensdoel. Oké, laten we gewoon meteen gaan beginnen met de allereerste Photoshop plaatje. Hey James, ik hou van je Photoshop werk. Zou je alsjeblieft die muur achter mij schoon willen maken? En dan zegt hij, ik ben ermee bezig. Oké, dit is echt hilarisch. Hij photoshopt zichzelf dus gewoon dat hij dus die muur aan het schoonmaken is. Dit is hij, dit is die James. En dat hij, oké. Ja, natuurlijk bedoelde die vrouw gewoon, kan je gewoon even de muur zeg maar schoonmaken. Of ja, dat die tekst weg is. Maar ja, hoe kom je erop? What the fuck? Hey, kan je het alsjeblieft... alsjeblieft laten lijken dat mijn vriend aan het rennen is voor iets dat heel eng is. They see you. Oh mijn god. Oké, nou ja, de Teletubbies. Ja, dat is echt eng. Teletubbies zijn echt eng. Even serieus. Als trouwens zulke grote Teletubbies opeens achter je staan, dan zou ik ook gewoon wegrennen hoor. Like, what the fuck? Hey James, kan je alsjeblieft dit water wat meer gevaarlijk laten lijken? Ik wil er gewoon wat cooler uitzien. Niet zwemmen, zegt hij. What the fuck? Deze foto maakt het gewoon af dat die spaghetti om die fucking paddle heeft gedaan. Like, dat maakt het gewoon af. Het is wel echt heel creatief. What the fuck? Ik hou echt van deze foto, maar zou je alsjeblieft kunnen laten lijken dat die gast rechts daarvan niet pist op zijn kind? Ah, what the fuck. Oké, ja, nu lijkt het niet dat hij pist op zijn kind. Nou, alsjeblieft. Nou, pist hij in een wc, hoor. Zoals het hoort. What the fuck, ouwe. Hey James, zou je me alsjeblieft in een Bugatti kunnen stoppen? Ik heb geloofd aan mijn vrienden dat ik er een had. Natuurlijk. What the fuck. Waar? Wat? Oké. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Nice. Duimpje omhoog. Geen idee waarom die een hond is geworden. Dat is het enige wat ik me afvraag. Het is wel grappig. Maar geen idee. Ik dacht, is er iets misschien met het woord Bugatti dat met een hond te maken heeft? Maar geen idee waarom die een hond is geworden. In ieder geval, hij heeft zijn Bugatti, jongens. Hey James, kan je mijn rechterbeen wat langer maken? Het lijkt namelijk heel erg klein. Dankjewel. Natuurlijk kan hij dat. Lekker. Kijk, nou heb je een langer been. Gewoon, hij gaat gewoon om je hoofd. Hij gaat gewoon door die pilaren. Ik hoop dat ze blij is met haar langere been. Hey James, we vinden allebei een jongen leuk. Ik wil graag deze foto naar hem toesturen. Maar kan je het laten lijken dat het meisje met de zwarte schoenen er wat minder goed uitziet? Dankjewel. Natuurlijk kan hij dat. En ja... degene die dus dat stuurde, dus degene die niet de zwarte schoenen aan heeft, maar de roze, die dus zei van, kan je dit meisje met de zwarte schoenen wat lelijker maken, die heeft hij in stukken verscheurd of zo van, fuck you bitch, fuck you. Hey James, kan je mij en mijn vriend dezelfde hoogte maken? Dankjewel. Ik denk niet dat dit de manier was hoe ze het bedoelde. James, what the fuck? Een arm in je hoofd, like dude, come on. What the fuck is dit voor iets nu? Het lijkt wel een alien grap. Hey James, kan je het photoshoppen dat mijn broer met de telefoon eigenlijk gewoon een goede tijd met me hebt? Dankjewel. Oh, ik zie het nu pas. Er loopt een lekker mokkel langs. En daar kijkt hij natuurlijk naar. Ja, dan heeft hij een goede tijd. Ja hoor. James begrijpt het. Hey James, kan je alsjeblieft laten lijken dat ik in een feestje zit, zodat ik een beetje een sociaal leven heb. Sociaal leven in 2016. Sorry to disappoint you. Iedereen zit op zijn mobiel nowadays. Ja, het klopt wel, dames en heren. Als we tegenwoordig wat leuks gaan doen met z'n allen, dan het enige wat we doen is dit. Bijvoorbeeld, ik zit met Torben of zo, dan denk ik van, yo, dan app ik hem, weet je wel. Ik ga niet zeggen, yo, Torben. Nee, ik app hem gewoon even. Dat is veel handiger. 2019, dames en heren. Hey James, zou je alsjeblieft dat gat bij mijn vaders mond weg kunnen halen. En dat heeft hij dus gedaan. Maar als jij goed oplet, heeft hij bij, dus die gozer die dat tweette, heeft hij wel gewoon een gat in zijn mond gemaakt. What the fuck? Ik moest wel even goed kijken hoor, want ik zag het in eerste instantie niet echt. Hey James, dit is Jim en hij verneukt de bruiloftsfoto. Zou je kunnen laten lijken dat hij in een meer, ja, goede positie zit voor deze foto? En hij photoshopt een cameraman eigenlijk er gewoon van, ja, die dus waarschijnlijk de bruiloft aan het filmen is of zo. Ik vind het heel creatief. Applausje voor die. Hey James, zou je alsjeblieft iets kunnen doen met het meisje in de achtergrond? What the fucking hell? Oké, nou, what the fuck? Waarvan waren trouwens die Spider-Man rugzak? Oké, ja, nou, ik hoop dat hij er blij mee is. Ik denk niet dat dit de manier was wat hij bedoelde met, hey James.
Weet je wat het is, jongen? I got him. Ik ga het goed voor hem photoshoppen. Hoe hij het wilde. Oké, hier hebben we Photoshop. Dames en heren, even die live skills hier. Even alleen de foto's eruit pakken. Bang, bang. Oké, dan doen we dit. Boom. Oké, let op, hè, let op. Kills to pay the bills, you know what's poppin'. Oké, daar gaan we dan, hè. Ja, wacht, let op. Nou, dames en heren, de Photoshop skills van je boy Mick zijn aanwezig, hoor. Kijk eens aan, de vrouw is weg zoals hij het wilde. Jongens, alsjeblieft. Als je kijkt, gozer, ik denk het niet. Maar eindelijk heb je je foto zonder die vrouw, zoals je het precies wilde. Good guy, Mick. Hey, James, ik ben degene in het groen. Kan je alsjeblieft iets doen met die gast met de witte pet op? Hij is een beetje de weer in de foto aan het verpesten. En wat doet deze gozer? Hij geeft zeg maar de outfit van de gast met de witte pet. Dus aan de jongen met het groene shirt die dat dus zei. Fair enough. Well played, James. Well played. Hey James, zou je alsjeblieft een highlight op mijn gezicht kunnen photoshoppen? De contour op deze foto. Geen idee wat die make-up dingen allemaal zijn. In ieder geval, hij gooit er een white marker omheen. Zelfs een white marker in haar hand heeft hij gefotoshopt. Kijk, dat is de make-up zoals je het wilt. Die James moet eigenlijk gewoon een make-up artiest worden. Je kan het gewoon zien. Hij kan dit gewoon. Hey James, kan je mij laten lijken dat ik ook bij de Frozen film hoort. En hij heeft, hoe heet die chick ook weer van Frozen? Elsa of zo? Geen idee. Nou, in ieder geval, dat outfitje heeft hij nu aan. En het staat hem perdomme goed, hoor. Ja, hoor. Hey James, zou je die gast weg kunnen halen uit deze foto zonder dat het een beetje raarder uitziet? Natuurlijk! Oké, ja, ik vind het oprecht best geniaal gedaan. Ja, kijk, nu is hij uit de foto en het ziet er nog steeds een beetje normaal uit, toch? Gewoon zwevende kleding. Kan gewoon. Kan je deze vechtscène er meer epic laten uitzien? Natuurlijk. Ik heb geen idee waarom er selfie sticks van worden gemaakt. James, ik snap deze humor deze keer niet. Hey James, kan je het laten lijken dat mijn vriend in een minder ongemakkelijke positie zit? Nu zie jij er ongemakkelijk uit. Deze... Ja, zeker ziet hij er ongemakkelijk nu uit. Eerst ligt hij op de grond en met een beetje Photoshop ligt hij gewoon met een dame in bed. Dames en heren, koeken en peren. Ben je al je hele leven een echte loner? Kan je geen vriendin of vriend krijgen? Een beetje Photoshop en je leven is gered. Kijk eens aan, dames en heren. Zo kan het dus ook. Eerst lig je op de grond en dan zit je gewoon opeens met een meisje of jongen in bed. Bang, bang. Hoppakee, een beetje Photoshop hier, daar. Huts en nibbel. Hey James, kan je alsjeblieft de ogen van mijn vriendin openen? Ze doet het altijd. Dankjewel. Oh mijn god. Ja, ik denk niet dat dit de manier was hoe die de ogen wou laten openen. Hij kon beter gewoon een goede zonnebril erop Photoshop, want dan zie je haar ogen eigenlijk niet. Dat zag er misschien nog wel het beste uit, maar dit is heel overdreven open. Ja. Level carnival. Hey James, kan je me alsjeblieft meer wakker er laten uitzien? Zo, ik vind oprecht trouwens dat hij dat heel goed gefotoshopt heeft. Kijk, dit is natuurlijk een grapje. Ik heb geen idee, het zal een Amerikaans grapje zijn. Ik ken het programma niet echt. Maar hij heeft die ogen echt goed gefotoshopt, hoor. Heel erg knap gedaan. Holy shit, het ziet er best wel goed uit. Er is niks mis met mijn kleine broertje, maar zou je kunnen laten lijken dat mijn moeder met een super knappe gast is? Holy shit, kijk eens aan. Kijk, het lengteverschil klopt niet helemaal, maar dat heeft James toch even goed gedaan, hoor. Applausje voor James. Jazeker. Hey James, zou je het alsjeblieft kunnen laten lijken dat de vliegen gewoon lekker normaal vliegt? Ik wil zo graag dat hij vliegt, maar het wil gewoon niet vliegen. En... Ja, moet ik dit uitleggen? Ze hangt aan een helikopter en ja, dan wil die vlieger wel vliegen. Oh, zo creatief dit. Hey James, kan je mij laten lijken op een sexy spirit of zoiets? Ik heb geen idee, maar het lijkt op een konijn, want de volgende foto ziet eruit als een konijn. Nou, heel sexy konijntje, hoor. Ja hoor, poepoe. Beetje lange benen, maar ja, je ziet er echt sexy uit. Ja, mag eigenlijk niet liegen op het internet. Oh! Dus dat was een leugen. Kan je me alsjeblieft laten lijken op een eenhoorn? Het zal me zo fucking blij maken. Zoals u wenst. What the fuck is dit? Lijkt wel een of andere mensendrol. Wat ik heel knap vind, is dat hij zelfs de piercingen erin heeft verwerkt. Like, what the fuck? Hey James, zou je het alsjeblieft kunnen laten lijken dat ik een dinosaurus kus in plaats van deze gast in het wit? Een Utrepertor? Geen idee. Dat zal wel een type dinosaurus zijn. Dat zou erg leuk zijn. Waarom de fuck zou je dit überhaupt willen? Maar ja, hij heeft het wel gedaan. Dat is wel een gare vraag. Laten we even heel eerlijk zijn. Zou je alsjeblieft de gast in een dinosaurus kunnen photoshoppen? Nou, zoals ze wenst. Denk ik. Ja, dat noemen we een dinosaurus. Hey James, zou je het alsjeblieft kunnen laten lijken dat ik de cliff vasthoud? Natuurlijk. In plaats van die cliff een beetje omhoog doen. Nee. Arm naar beneden. Ja, dat is goeie. De armen gewoon letterlijk op de kont zetten. Ja, alsjeblieft. Hier heb je. Hey James, ik ben van Argentinië en ik hou van je werk. Zou je alsjeblieft kunnen laten lijken dat Albert Einstein naar mijn ogen kijkt? Het lijkt nu namelijk dat hij naar mijn tieten kijkt. Ah, wat doet James? Hij photoshopt het hoofd van die vrouw op haar
tieten. Dus ja, dan kijkt hij in haar ogen. Ja. Lekker, James. Wow. En dames en heren, dat was het alweer voor vandaag. Dit zijn de grappigste Photoshop, ja, acties eigenlijk. Ik weet niet hoe ik het precies moet noemen. Ik vond het in ieder geval heel hilarisch. Als we dit vaker moeten doen, dames en heren, doe dan je duimpje omhoog. Misschien kan ik hier nog een deel 2 van maken. Voor de mensen die trouwens de hele tijd zeggen, Mick, ga alsjeblieft weer eens Fortnite doen, dit en dat. Er komt een tweede kanaal aan waar ik waarschijnlijk dagelijks Fortnite op ga doen. Maar dat komt eraan. Je moet nog even wachten en dan is dat er weer. Dus dan komen er gewoon 2 video's per dag van je boy. Ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt van deze video, dames en heren. Dan zeg ik zoals altijd, Mick. Out.